Goed, een hele goede avond, mensen. Dag, als ik het anders doen dan anders nu, grapje. Ik ga met jullie hebben over reizen met OV met een beperking. Ik kan er niet veel over zeggen, want ik reis eigenlijk al van nooit. Maar als ik reis, dan breng ik even mijn verhaal nu over met de trein. Ook voor een keer gedaan en ik ga even vertellen kort hoe het met de werking gaat. Met verlies. Mijn naam is Edwin Noor en welkom bij deze video. Goed, ik ga jullie graag vertellen over reizen of even een beperking. Dus ik wil jullie vragen even om een like te geven. En natuurlijk ook om te abonneren op mijn kanaal. Als je nieuw bent en ik zit er een beta te klikken, dat je niet mist op mijn kanaal. Ik weet niet meer van mijn kanaal. Ik weet niet mijn content te maken heb. En ja. Let's go. In ieder geval, iedereen die kan reizen. Nu kun je ook minder. Door de lockdown. Maar het is al terug is, dan ga ik ook weer reizen. Naar vrienden, naar familie, whatever. Misschien een keertje kijken of drie. Nee, dat is niet. Misschien ook wel even doen, kijken wat het kan. Überhaupt. Ik heb eerder gevraagd aan je fans, maar ze vonden het niet. Dan hoor ik nu wel een keer. Dus, ja, maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat over het reizen, de beperking. Wat je allemaal moet doen als je het begrijpt of als je weggaat. Nou, het is nou ook zo dat wij kunnen ook gewoon reizen met de trein of met de boom, dat de OV. Maar. Het is moeilijker dan mensen die kunnen lopen. Ze maken snel aan de reet uit. En ik wil echt wat goede dingen voor doen. Dat is de taxiboeken voor mijn verlies. Maar gewoon verlies, echt bij 20 graag. Nu zeg ik doe ik het met de rechter taxi terug. En ja. Dat is een beetje doodbuiten van de rechter taxi terug. Bij Wittenburg op Wittenburg doe ik de rechter taxi terug. En buiten doe ik het voor niets. En voor niets is een echte taxibedrijf die retail regelt buiten de regio waar je woont. Dus ik woon in Utrecht, als ik de hotel weg wil willen, of ook dat wil willen, dan moet ik met verlies weg. Dan ben je in Utrecht of Utrecht. Die lijkt maar een stukje tot aan dat net aan de grens van. En het wordt wel weggedaan, denk ik. Dat is gewoon. Bijna buiten is het gewoon met verlies. En ja. Ik denk dat het niet beter is, want verlies hebben we echt taxis. Drijven, autovoerder. En op zich maakt het niet te veel uit, maar ook weer wel. En rugtaxi is even geen bieden van de koning. Het is een bedrijf, Munitrecht. Die regelt het vervoer in de vervoer. Dat ben ik in Utrecht. Natuurlijk is het meer van bedrijven als UTC, Utrecht en je natuurlijk ook Hoek. Allemaal soort bedrijven die waar je ook bent, komt dan de taxi mee toe. Want ik kom in Orden naar Winnen en dan Amsterdam. Ik kom regelt ook Amsterdam mee ophalen. Ik woon in Utrecht, ik woon in UTC ook waar. UTC is in Utrecht en Amsterdam is van Amsterdam. Dus als ik in Amsterdam zou willen, dan kan ik wel gewoon. Maar met en van tevoren boeken, dan kost je 3 euro extra. En moet je nu wacht tot de taxi, taxi komt. 3 euro extra, ik moet doen waar je geen moeite verder. Maar wel u wachten, dat is wat je minder. Nou, we gaan gewoon rijden met de vorige taxis. En niet. Ze dacht zelf. Nou, dat is wel ineens als je in één keer weg wil gaan. Nou, dan moet je de euro hier goed staan voor verlies. En bij een regentaxi is het gewoon keurig gratis. Of je in de Zuid kan je regelen. Of je kan bellen. Een van de twee. Dus. Ja. En dan. Dat is wel, ik was in de trein. Dus ik ken je niet,
onpasbaar, als ik het had gekund, had ik gedaan. Moet je dan je geld naar verlies, of je moet een lange taxi, dat is mijn verlies. En dan zie je een inlogscherm, log ik in mijn eigen gegevens. En dan kan ik gewoon inloggen, dan ben ik al in het systeem. De, ja, ik ben gewoon in het systeem. En ja, ik was gewoon in het systeem van verlies. En dan vertel ik waar ik heen wil. Van Amsterdam Centraal. Hij heeft verlies naar het centrale van Utrecht. En dan helemaal mijn kind kwijt dat het klopt. Fijn. En dan staat het station. Dan boek je een taxi heen. En dan moet je je auto zetten bij het centrale station door de UTC. Zat er een man te wachten in het politiebegeleid. En die helpt mij de trein in. En dan rij je naar Amsterdam Centraal. Dat ik wel van dit begrijp voor je klaar, voor je bron, waar je aankomt. En nu had hij dan weer zeggen, ik ga maar door. En dan ga ik een beetje zo in, jongen. Dan gaat het een beetje over die telefoon, een beetje zo. Ik heb dat een paar keer gedaan. Want als je boven 1 kilometer stond, aan de kabel zit, kan je niet met de trein. Moet je in de taxi gaan. Dat gaat helaas niet. En dan ben ik bang dat je het weer overhoudt, dat ik het toch hou. Ja. Ik hou het zo over, altijd een keer nog iets van mijn regent, dus dat is niet. Ik hou het meer bij kopen, maar het is natuurlijk wat het geld. Als je dus, ik hou het wat het geld als je dus meer bij koopt. En dan, ja, dan kan ik ook extra keer weer tussen zo. Dus ik had al een weer wat je dat aan vond. Zo ja, dat denk ik dat ik de duim omhoog. Vergeet niet die 100 te abonneren als je niet bent. Zie ik jou morgen om 8 uur. En daarom op de nieuwe TV-video. En dat gaat ook naar mensen. Tot de volgende.